Moeder? Moeder? Ja, jongen, wat is er? Moeder Nommensen veegt haar natte handen af aan haar schort en loopt naar de bedstee. Moeder, nu heb ik toch zoiets bijzonders gelezen? Kijk, hier staat het. Toen maak je niet zo druk, jongen. Maar moeder bezorgt dat Ludwig zich te veel zal opwinden. Wat heb je gelezen? Kijk, moeder, zegt Ludwig, het staat in de Bijbel. En het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Even is het stil. Is dat echt waar, moeder? Is Ludwigs vraag dan. Moeder aarzelt. Ze voelt onmiddellijk waar Ludwig heen wil. Het is al meer dan een jaar geleden dat het ongeluk gebeurd is. Maar moeder Nommensen herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Een aanstormende boerenwagen. Hé, hey, kijk uit! Een schreeuwende boer op de bok. Maar het was al te laat. Ludwig lag onder de wagen. En sindsdien heeft hij niet meer kunnen lopen. Al die tijd ligt hij in de bedstee. Hij heeft er zijn 12e verjaardag gevierd. En alle jongensboeken die op het Duitse Waddeneiland, waar ze wonen, aanwezig waren, heeft hij al 3 keer gelezen. En tenslotte heeft moeder hem de Bijbel gegeven. Nou, moeder, is dat echt waar? Vraagt Ludwig nog eens. Ja, mijn jongen, zegt moeder dan aarzelend. De Bijbel is immers het woord van God. Die avond bidt Ludwig heel ernstig. O Heer, ik heb het zelf gelezen in de Bijbel. En ik vraag u, maakt u alstublieft mijn benen weer beter. Dan zal ik naar verre landen gaan. Zo ver als gezonde benen me dragen kunnen. Om te vertellen van u. Op de binnenplaats van een deftig huis staat, geleund tegen een pilaar, een jonge man. Het is Ludwig. Hij heeft gezonde benen, waar hij uren op kan staan als het moet. Gelukkig maar, want hij wacht hier al meer dan een uur. De directeur heeft het zeker erg druk. Jaren zijn voorbijgegaan sinds Ludwig bad om genezing. Een paar dagen na die bewuste avond was er een nieuwe dokter op het eiland gekomen. En de medicijnen die hij voorschreef hadden Ludwigs benen in enkele weken genezen. Het was een wonder geweest om nooit te vergeten. En een antwoord op Ludwigs gebed. Maar hij was ook de belofte die hij toen gedaan had niet vergeten. Nu hij 20 jaar is, heeft hij gesolliciteerd naar de zendingsschool in de Duitse stad Barmen. Als hij hier mag studeren, dan kan hij zendeling worden. Jongen, wat duurde toch lang? Nou ja. Achter zijn bureau schrijft de zendingsdirecteur een lange brief. Toevallig kijkt hij even naar buiten. Alle mensen, schrikt hij. Ik ben die jongen helemaal vergeten. Hij staat er al minstens 2 uur. Dat kan een goede zendeling worden. Want geduld heeft hij. Dat heeft hij nou wel bewezen. Het is de dag voor kerstfeest in het jaar 1861. Op de kade aan het IJ in Amsterdam is het een drukte van belang. De Pertinaar ligt zeilklaar voor de reis naar Oost-Indië, zoals Indonesië toen genoemd werd. En op de kade, naast een grote kist, staat Ludwig Nommensen. Padang staat er op de kist. Padang ligt op Sumatra, het grootste eiland van Indonesië. Daar gaat Ludwig heen als zendeling. En geduld heeft hij meteen al hard nodig, want de zeereis zal ongeveer 5 maanden duren. De boot gaat vertrekken. Ludwig moet afscheid nemen. Zijn kist zal door de bemanning aan boord gebracht worden, maar zijn viool houdt hij liever bij zich. Vaarwel, Ludwig. Hij gaat een gevaarlijk en avontuurlijk leven tegemoet. Maar God is bij hem. Dat heeft hij toen hij ziek was ervaren en zal hij ook nu ervaren. Een wit oog, een wit oog. Verbaasde kreten klinken over de rumoerige markt. Kijk daar! Een grote man met blond haar, blauwe ogen en witte handen stapt het marktplein op. Het rumoer verstomt. Onder doodse stilte komt Ludwig nader.
Gelukkig heeft hij de tijd in Padang goed benut. Want nu kan hij de Bataks in hun eigen taal toespreken. Horas Hamu Masude. Ik groet u alle zeer. Schalt Ludwig's stem over het plein. Verbazing bij de Bataks. De Witoog spreekt hun taal. Wat kom je doen? Vraagt een vrijmoedige Batak. Ik wil jullie blij en gelukkig maken, antwoordt Ludwig. Ik kom bij jullie wonen. Dat kunnen we nooit toelaten, is het grimmige antwoord van de Bataks. En toch doe ik het, zegt Ludwig vastbesloten. Maar dan breekt een moeilijke tijd voor hem aan. Een dorpshoofd of Radja heeft hem na lang aandringen eindelijk toestemming gegeven om een eigen huis te bouwen. Natuurlijk helpen de Bataks een handje. Want hoe moet Ludwig weten hoe een huis in Batakland eruit moet zien? Een Bataks huis staat op palen, waaronder de dierenhuizen. En het heeft een prachtig bewerkte voorgevel die ver naar voren steekt. Wat is dat? Rennen, schreeuwt Ludwig. Ternauwernood weten hij en zijn knechten vallende balken van bamboe en hout te ontwijken. Ah, het huis was zo gebouwd dat het ieder moment kon instorten, zodat het de witte man zou doden. Maar de opzet van de Batakkers is mislukt. En Ludwig laat zich niet uit het veld slaan. Hij blijft even vriendelijk als voor deze gemene streek. Op een ochtend krijgt Ludwig bezoek. De bezoeker wacht in het voorhuis, terwijl Bonar, Ludwigs helper, Tuan Nommensen wakker zal maken. De rijst voor het ontbijt staat al op het vuur. Vlug giet de bezoeker een flesje dodelijk gif in de rijstpan. En dan gaat hij er als een haas vandoor. Ik begrijp er niets van, zegt Bonar even later wanneer ze aan het ontbijt zitten. Die man is verdwenen. En er is iets mis met Hek, de hond. Die heeft het eerst van de rijst gegeten. Nu jankt het dier en kronkelt over de grond van pijn. En als het beest even later sterft, begrijpt Ludwig dat het eten vergiftigd is. Hij heeft zelf ook van de rijst gegeten. Maar er gebeurt wonderlijk genoeg niets. 'S Avonds slaat Ludwig zijn Bijbel open, bij Markus 16. Hij leest de afscheidswoorden van Jezus. Trek de wereld in en verkondig het evangelie aan alle mensen. Nou, daar is hij druk mee bezig. En dan, in vers 18... Zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Dat heb ik vandaag meegemaakt, mompelt Ludwig. Dank u wel, heren, dat u mij bewaard hebt. Ondanks de vijandschap van de Bataks blijft Ludwig vriendelijk en behulpzaam. Hij spreekt met de mensen. Hij bezoekt de zieken en geeft ze medicijnen. Zelfs zijn ergste vijanden. En dan begint langzaam iets van de liefde van God tot de Bataks door te dringen. Na 3 jaar zijn er 4 mannen en vrouwen met 5 kinderen die graag Jezus willen volgen. Ludwig organiseert een soort samenkomst op het dorpsplein. Bonar houdt een bak met water klaar om de eerste Batak-christenen te kunnen dopen. Ludwig vertelt ze dat ze het niet gemakkelijk zullen krijgen. Ze zullen misschien alles kwijtraken en het dorp uitgejaagd worden door hun eigen familie. Maar dat weten ze allang. En ze hebben het ervoor over. De vrede en de rust die in hun hart gekomen is sinds ze Jezus kennen, is hen meer waard dan wat dan ook. Overal klinkt hamergeklop en andere timmergeluiden. De christen Bataks hebben van een bevriend dorpshoofd een hooggelegen stuk grond gekregen om een nieuw dorp te bouwen. Met een grote kerk waar wel 3000 mensen in kunnen. Pejaratja zal het dorp heten. Vorstelijk oord betekent dat. En nog elke dag haast komen er Bataks bij die ook christen willen worden. Intussen heeft Ludwig hulp gekregen van andere zendelingen. En van Caroline, die uit Duitsland gekomen is om met hem te trouwen. Nu werken ze samen om nog meer Bataks over Jezus te vertellen. In 20 jaar tijd is er veel veranderd in Batakland. Oorlog komt er niet meer voor. Bijgeloof en angst voor boze geesten hebben plaatsgemaakt voor liefde en vrede.
Nu kunnen de Batakkers ook zelf alles te weten komen over Jezus uit het Nieuwe Testament dat Ludwig voor hen vertaald heeft in de Bataktaal. En op de scholen die hij gesticht heeft, leren jong en oud erin te lezen. Geen wit oog mag ooit het Heilige Meer zien, zeiden de Bataks altijd. In het noorden van Batakland ligt het grote Toba-meer. Hoog en betoverend mooi. Maar het meer is heilig in de ogen van de Bataks. En geen blanke zal het ooit mogen aanschouwen. Toch heeft Ludwig, wanneer hij terug is uit Duitsland na een tijdje verlof, een groot verlangen om ook de mensen aan het Toba-meer en op het eiland Samosir, midden in het meer, het evangelie te brengen. Alleen op dat eiland al wonen 100.000 mensen. Uit zichzelf naar het meer gaan zou de dood betekenen. Maar gelukkig duurt het niet lang of de Bataks daar komen Ludwig zelf vragen naar het meer te komen. Hij doet het. En hij wordt de eerste blanke die het Heilige Meer ziet en er zelfs uit drinkt. Daar, aan de oever van het meer, werkt Ludwig nog vele jaren. Voor zijn huis ligt een boot die hij in onderdelen uit Duitsland gekregen heeft. Tole heet de boot. Voorwaarts betekent dat in de Bataktaal. En voorwaarts gaat Ludwig nog steeds. Met de boot bewerkt hij de dorpen aan het meer en op het eiland. En ook daar verandert alles. Koppensnellers en zeerovers willen al spoedig Jezus volgen. En zelfs op zijn oude dag is Ludwig nog onvermoeibaar bezig. Er komt nog tijdens zijn leven in Batakland een Melaatse dorp, een blindentehuis, een ziekenhuis, verschillende scholen en een predikanten- en onderwijzersopleiding. In 1918 gaat het bericht als een windvlaag door Batakland. Umpu is dood. Umpu, zo noemden de Bataks de 84-jarige Ludwig. Grootvader betekende die erenaam. Duizenden Bataks komen om hun Umpu, hun grootvader, te begraven. Een onafzienbare rij volgt de stoet over het strand van het Toba-meer, de plek waar de liefde van Jezus heidendom en vijandschap overwon en een heel volk de redder van de wereld leerde kennen. Overal in Batakland steken kerken hun spitse torens door het groene oerwouddak. In 1918 waren er al meer dan 100.000 Batak-christenen met 400 kerken. En hun aantal is daarna nog sterk gegroeid. Zo zelfs dat op de kaart van de wereldgodsdiensten in de Atlas het noordelijke puntje van Sumatra een andere kleur heeft dan de rest van het land, omdat er christenen wonen. Zo werd een heel volk gezegend door een kleine Duitse jongen die als een kreupele door het leven leek te moeten gaan, maar die door een kinderlijk vertrouwen op God de apostel der Bataks werd. Ludwig Nommensen.